Ja, hier in de buurt moet het zijn, ja. Ah, kijk, daar zijn jullie. Goed dat ik er ben. Vandaag gaan we het hebben in Basta over jouw buurt. Ben je een beetje tevreden over je buurt? Of wordt er genoeg georganiseerd bij jou in de buurt? Of vind je je buurt wel gezellig? Wat vinden jullie van je buurtje? De Hoofddorpspleinbuurt. Dus jullie zijn over het algemeen wel tevreden over jullie buurt. Ik ben benieuwd hoe het nou in andere buurten zit. Het is tijd voor de reportage. Amsterdam bestaat uit 8 stadsdelen. Die stadsdelen zijn allemaal anders. Zo wonen er in stadsdeel Westpoort maar 448 mensen, terwijl Nieuw-West bijna 140.000 inwoners heeft. En de meeste kinderen? Die wonen in stadsdeel Oost. En in die stadsdelen liggen natuurlijk weer een heleboel buurten. Hoi, ik ben Idris en ik woon in Noord. Ik hou van drummen, piano spelen, basgitaar spelen en mode. Ik ben dol op mijn buurt. Je hebt hier lekker veel groen en we hebben een boomhut. En toch wonen we in Amsterdam. Heel schattig allemaal, maar dit is ook Noord. Zoals je ziet is Noord ook lekker urban met veel leuke kunstprojecten. Wat ik het allerleukste van mijn buurt vind, hey! Laten we het nog een beetje spannend houden, Idris. We komen zo bij je terug. Mink, kom er maar in. Stel jij ook maar even voor. Hallo, ik ben Mink en ik woon op Eiburg. Ik ben gek op tennis en voetbal en op mijn buurt. Je kan goed buiten spelen in mijn buurt. Ook heb je hier voetbalvelden en heel veel vrienden van mij wonen hier. Maar wat ik het allerleukste vind aan mijn buurt is dat je hier kan freerunnen. Kunstprojecten in Noord, freerunnen in Eiburg, echt Amsterdams en urban. Straks hier meer over, maar nu eerst Basta Boulevard. De nieuwste roddels, achterklap en andere geheimen. In de Basta Boulevard studio blijft niets onbesproken. De verslaggevers zijn er klaar voor. 3, 2, 1... Hoi, welkom bij Basta Boulevard. Live vanuit basisschool De Nauwtjes. De jongens uit onze klas zijn echt heel ijdel. We zijn ze vaak kwijt, dus zitten we alleen maar met meisjes in de klas. En wat blijkt, ze staan allemaal in de wc hun haar goed te doen. I'm sexy and I know it. Hoezo vind jij het belangrijk dat je kapsel goed doet? Anders is het raar. En gaat alles omhoog staan als je geen gel gebruikt? Mijn favoriete kapsel is de hanenkam. Je moet er wel een beetje verzorgd uitzien. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat je haar echt in model is? Ik denk zo'n 3 minuten of zo. Wat vind jij ervan dat de jongens zelf met hun haar doen? Ik vind het een beetje belachelijk. Vind je het zelf ook een beetje sexy? Nee, totaal niet. Juf Linda, wat vindt u ervan dat de jongens zo ijdel zijn? Nou ja, ik vind het leuk dat ze er goed uitzien, maar ja, ik ben ze continu kwijt. Vooral na gym staan ze weer in de wc hun haar te doen. Ik word er gek van. Als je haar maar goed zit. Het einde van het schooljaar komt eraan. Dus tijd voor schoolkamp. Chris, jij hebt toch verkering met Sterre? Gaan jullie op kamp ook zoenen? Ja. We hadden daarnet met Chris gepraat en hij zei dat jullie gaan zoenen. Ga je dat ook werkelijk doen? Ik zou het niet weten. Misschien gaat dat voor mij een beetje ver. Ik zit nog wel op de basisschool. Vind je het spannend? Een beetje. Denk je ook dat jullie gaan schuifelen? Dat denk ik dan weer wel, ja. Dat sowieso, ja. Degene die als eerste slaapt op het kamp, die heeft vette pech en wordt helemaal onder het deken. Dat wordt dus dikke pret op schoolkamp. Dit was Basta Boulevard. Doei! Dit is de leukste plek van de
Noord, de Modestraat. Het is niet echt een straat, maar meer een plek waar je allemaal leuke dingen kan doen met mode. De Modestraat is een initiatief van de gemeente, waarbij kunstenaars de buurtbewoners bij mode en kunst betrekken. En er zijn ook heel veel leuke dingen te doen voor kinderen, zoals bijvoorbeeld... Hey! Zoals dansles en kindernaaienatelier. En daar ga ik nu naartoe. Ik werk graag met leer en ik vind ouderwetse naaimachines fijner dan moderne naaimachines. Ik maak graag tassen en ik maak ook van die dingen en dat zijn een soort van hesjes. Kijk, deze dan moet je dan zo aantrekken. Dus zo. I love her, can't leave her, forever I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. De tassen die ik gemaakt heb, verkoop ik op internet. Als je benieuwd bent naar onze kleren, kijk dan zo naar onze modeshow. Freerunnen is een sport waarbij je zo snel mogelijk en zo creatief mogelijk van punt A naar punt B moet gaan. Een goede freerunner hoeft niet heel veel in huis te hebben, want je doet heel veel op straat. Maar schoenen waarbij je veel grip hebt, is altijd wel fijn. Wat er zo fijn is aan freerunnen, is dat je je heel erg vrij voelt. Eiburg is zo'n goede buurt om te freerunnen, omdat het allemaal heel erg open is en er zijn heel veel mooie obstakels. Mijn buurt is Eiburg. Wauw, wat een helden die freerunners. In Noord bereiden de toppers van de Modestraat zich voor op een zwingende show. Bang, 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 bang. En hier komt de zwingende modeshow! Wat een gezellige boel in die buurten. En wat is er in jouw buurt allemaal te doen? Upload een filmpje op de Basta Hive of de Basta Facebookpagina. Zoals je net in de reportage zag, hebben Mink en Idris het naar hun zin in hun buurt. Volgens hen is het belangrijk dat er genoeg activiteiten zijn. Maar waar moet een goede buurt nou aan voldoen? Gezellige buurtfeesten. Goede sportclubs. En natuurlijk veel verlichting, zodat het 's avonds niet eng is op straat. Maar wat als dat niet zo is? Als je dingen mist in je buurt, wat kun je daaraan doen? Hennon en Zoe gaan vandaag op onderzoek uit. Het is tijd voor... De vervelende vraag. Nou Zoe, het is tijd om de buurt in te gaan. Jij woont toch ook in deze buurt? Ja. En wat vind je ervan? Ik vind het een leuke buurt. Er is een speeltuin, ijssalon en je woont in mijn school. Maar het zou altijd nog wat leuker kunnen. Ik ben ook benieuwd wat de buurtbewoners van deze buurt vinden. Let's go. De vervelende vraag. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Sorry. Oh, oké. Vindt u de buurt leuk of niet? Ja, ik vind de buurt leuk. Ik woon hier al heel lang. Woon jij hier in deze buurt? Ja, ik woon hier om de hoek. Wat vindt u van deze buurt? Ik vind het een prachtige buurt. Ik vind het een heerlijke buurt. Volgens mij mag er nog wel een leuke hoekje komen. Er is niet voor leuke kinderen om mee te spelen en het is best wel een leuke buurt. En wat hier ook leuk is, als je hier rechtdoor loopt, ga je het bruggetje over, ben je zo bij het Vondelpark. Wordt er wel iets georganiseerd in deze buurt? Nou, hier niet.
Vroeger wel, maar de laatste jaren niet. En heb je ook zelf eens iets georganiseerd? Nee, maar het lijkt me wel leuk om te gaan doen. Wat vindt u hier de minst leuke plek? Die rare koeien. Ja, dat vind ik nou niks. Dat vinden we hartstikke leuk. Het enige probleem is dat er vaak brandnetels ondergroeien. En als de kinderen nou op de koeien willen klimmen, ja, dan worden ze geprikt. En meneer, wat zou u leuk vinden? Nou, gezellig op straat met de kinderen en grotere mensen. Dat je hier gezellig bij elkaar bent en leuk met elkaar kan babbelen. Nou, dat is duidelijk. De meeste mensen vinden het een leuke buurt. Ja, maar Hennel, ze zijn het er wel over eens dat er meer activiteit moet komen. Bijvoorbeeld op het koeienveldje. De vervelende vraag. Hennon en Zoe zijn benieuwd of je als buurtbewoner iets mag organiseren op een openbare plek. Daarom zijn ze nu onderweg naar het koeienveldje, waar ze wijkmanager Emiel kunnen ondervragen. Wat versta jij onder een buurtinitiatief? Ik versta onder een buurtinitiatief een idee wat uit de buurt komt, voor de buurt en door de buurt. Mag je zomaar alles organiseren? Nee, je mag niet alles zomaar organiseren. Voor kleine dingetjes zoals een voetbaltoernooitje onderling wat jullie willen doen, dat mag je wel zo zelf regelen. Maar voor grotere evenementen, grotere spellen of zo, daar moet je toestemming van het stadsdeel voor hebben. Wat zijn goede voorbeelden van buurtinitiatieven? Een goed buurtinitiatief is een idee waar heel veel mensen vanuit de buurt aan mee kunnen doen. En dan nu de lastige vraag. Dit is het koeienveldje en mensen in de buurt willen dat er wel eens iets georganiseerd wordt. Mogen wij dat vanmiddag doen? Wat zou je willen organiseren dan? Ja, dat mag. Ik wil graag een toast uitbrengen, omdat heel veel mensen uit de buurt iets wouden doen en jullie zijn hier nu allemaal, dus proost. Dit was het alweer voor vandaag, jongens. Wil jij nou ook je eigen buurt pimpen? Kijk dan op de Basta Hive of Facebook voor tips. En natuurlijk BastaSchoolTV.nl. Inderdaad, BastaSchoolTV.nl. Mazzel! Yeah! Spiegeltje aan de wand, hier de mooiste boys van het land. Even snel nog voor de bel, haartjes goed doen, kleur de gel. Juf Linda die heeft nu al lol, 1000 grappen in haar bol. Met z'n allen straks op kamp, helemaal loesoe in Brabant. Argonauten, Tiger Sharks, hakken, 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 man.